renners zonder contract, maar dan jonger dan 23, reden hun provinciaal kampioenschap. Dat deden ze wel een dagje later, nu niet in Buggenhout, maar wel in Poezelen. Al werden ook daar de eerste twee podiumplaatsen bezet door renners uit onze regio. In Poezelen reden de beloften zondag hun provinciaal kampioenschap. Geen weer om een hond door te jagen en dus werden 136 beloften de weg opgestuurd. Al in de tweede van de 18 af te leggen ronden vormt zich een kopgroep van 24 renners. Op 50 kilometer van het einde ontsnapt Gerardsbergenaar Wim de Glas. Even later krijgt hij het gezelschap van de boomlange Tom van Uffel uit Impe. In de achtervolging beschermt Jurgen Guns de vlucht van zijn clubmakker de Glas. Toch kan hij niet verhinderen dat thuisrijder Christophe Trouvé nog in de slotkilometer terugkeert. Net te laat om mee te spurten voor de overwinning. Een lange zij aan zij, met miniem verschil beslist in het voordeel van de Glas. Spijtig dat er maar één winnaar kan zijn, gaf kersvers Oost-Vlaams kampioen Wim de Glas na afloop ruiterlijk toe. Tom van Uffel op de ondankbare tweede plaats dus. Thuisrijder Christophe Trouvé is derde. Patrick Dont uit Laarne vierde. Op de plaatsen 5 en 6 vinden we twee herzelenaars. En dat zijn Andy Fiets en Jurgen Diependalen. Zevende is de kampioen van vorig jaar Bert de Waele. Achtste Jurgen Guns uit Denderhoutem. Negende Thierry de Grote. En tiende Gerardsbergenaar Frederik Penning.